Ja, wat is voor jou nog andere jouw toekomstplannen? Want je zei van je hebt dus die plaat. Weet je al hoeveel nieuwe tracks komen erop? Nou, in principe zijn alle versies die erop komen, zijn ofwel platen die alleen op vinyl zijn uitgeweest, nooit op cd. Of het zijn gewoon splinternieuwe versies van oude tracks van mij. Dus het is echt voor de liefhebber van trance en voor mensen die mijn carrière een beetje gevolgd hebben, is het denk ik wel een must. Ik bedoel, er zijn gewoon een aantal mixen bijvoorbeeld van The Sound of Goodbye, die ik zelf heel veel gedraaid heb in mijn sets, maar die nooit zijn uitgekomen. Die brengen we dus uit. Dus het is echt een collector's item. Het is niet echt zozeer een artiestenalbum, als wel een soort van, ja, een soort van chronologie of speciaal voor mensen die met gewoon het leuk vinden om het hele set compleet te hebben. Sluit jij daarmee al voor jezelf ook nog een periode af, 10 jaar, bijvoorbeeld met zo'n project, of is het gewoon... Nee, dat niet. Het is meer een soort van viering dat ik al 10 jaar in staat ben om van mijn hobby mijn werk te maken. Okay. Ja. En het is, ja, ik heb gewoon heel veel hits gehad, links en rechts. Heel veel platen van mensen die niet eens weten dat ik daar überhaupt iets mee te maken heb gehad. Noem eens eentje. Nou, The Sound of Goodbye, dat is natuurlijk uitgekomen onder de naam Perpetuous Dreamer. En dat is nooit uitgekomen onder mijn eigen naam. Terwijl ik daar wel achter zat, maar met 2 andere jongens. Dus dat was iets anders. Heel veel mensen kennen de originele versie van Blue Fear niet. Ik heb een nieuwe versie gemaakt van Communication. Die is nooit uitgekomen. Die versie die trekt met Raccoon. Ik heb een aantal nieuwe tracks liggen. Yet Another Day hebben we een nieuwe mixen van. Noem het allemaal op. Gewoon het oude werk, maar dan in een nieuw jasje. En dan ongemixt, dus. Alle lange versies. Dus geen echte nieuwe tracks? Die dieren bewaar je nog? Jawel. Ook een aantal nieuwe tracks. Okay. En ben je nog bezig met een nieuw eigen album? Ja. Een regulier album? Wat? Dat zou voor maart volgend jaar op het schema staan. Dus dit is eigenlijk een soort van tussenalbum. Ja. Tussen dingetje. En daarnaast heb ik net mijn nieuwe compilatie State of Trance 2006 afgemaakt. En die ligt vanaf volgende week maandag in de winkel. Dus die is nu in productie. Dus dat is wel heel spannend. Maar ieder jaar doe ik een State of Trance, de compilatie. 2004 was een groot succes, 2005 ook. En nu dus 2006. Oké, en kun je daar iets meer over je vertellen? Hoe je dat klinkt? Het is heel leuk. Omdat de zomer natuurlijk aankomt, dit jaar zijn we wat eerder uit dan normaal. Heb ik zeg maar 1 cd genoemd On the Beach. En de 2e cd heet In the Club. En de 1e cd is echt zeg maar een soort Café Del Mar-achtige cd geworden. Echt voor lekker op het strand. Het is natuurlijk wel trance, er zit wel beach in, maar het is heel rustig en heel chill. Echt voor op het strand. En melodieën en piano's, gitaartjes, noem alles maar op. En de 2e cd is gewoon echt het bekende State of Trance grootschalige beuk, zeg maar. Okay. En wat je zegt voor je gitaartjes en zo, bijvoorbeeld als jij werkt aan die tracks, haal je ook echt muzikanten de studio in? Ja. Okay, dus niet voor deze compilatie. Een compilatie is natuurlijk een compilatie van bestaande tracks die ik gewoon eigenlijk aan elkaar mix, that's it. Uh-huh. Maar als ik voor Shivers heb ik inderdaad heb ik mensen naar mijn studio gehaald, maar ook ben ik naar andere studio's geweest. Gedeeltes van Shivers zijn opgenomen in Miami, New York, San Francisco, Los Angeles en in mijn eigen studio. En voor de toekomst van volgend jaar, voor je eigen plaat, kun je staan bijvoorbeeld met welke mensen werk je samen met je bepaalde mensen? Nee, dat wil ik nog niet. Ik heb natuurlijk wel plannen, maar ik ga daar nog niks over loslaten. Net als toen met Shivers. Want het zou kunnen zijn dat ik nu bijvoorbeeld zeg van ik ga samenwerken met artiest X en artiest en uiteindelijk besluiten dat die track niet op het album komt. Dat komt voor. Dus ja, dan is het jammer. Maar dus er gebeuren wel samenwerking of wordt het puur meer gefocust op jou en af en toe? Nou, ik weet nog niet. Laat ik daar maar niks over zeggen, want het is nog te ver weg. Oké, prima.